Dag lieve mensen, misschien hebben jullie het al gezien waar ik sta. Ik sta bij de gieren. Maarten heeft mij uitgenodigd omdat hij toch wel een bijzonder verhaal heeft over die gieren. Hey Maarten, waarom moest ik bij de gieren komen? Nou ja, zoals je waarschijnlijk al hebt gehoord in het nieuws, ja. En jij natuurlijk als collega zijn, ja. Hebben we 3 jonge ruppelsgieren in Dieren de Blijdorp en 2 jonge kapgieren. Dat is wel heel bijzonder, hè? Daar zijn we super trots op dat bij ons gelukt is. Maar er zijn ook mensen die vinden die gieren maar vieze dieren. Klopt dat eigenlijk ook, of niet? Nou ja, dat is vaak wel een opvatting over gieren, omdat ze eten vlees en ze eten dode dieren, daar zitten ze met hun kop in. Ja. En de opvatting is natuurlijk dat onhygiënisch is, maar juist die gieren zijn zo belangrijk in een ecosysteem om al die vuiligheid op te ruimen. Nou ja, als zo'n karkas daar ligt te rotten, hè, dan ontstaan er bacteriën, virussen en andere ziekteverwekkers in. En als het niet wordt opgeruimd, dan is er dus kans dat andere dieren daar heel erg ziek van worden of misschien ook zelfs een gevaar voor de mens kan gaan worden. Oké, ja, dat willen we natuurlijk niet, hè. Welke soort hebben we hier nou precies in de gierenvolière? Nou, we hebben hier 4 soorten gieren. De witkopgier, de kapgier, de witruggier en de ruppelsgier. Oké. En al deze 4 soorten zijn kritiek bedreigd in Afrika, omdat een aantal zeer sterk achteruit gaan. Waar komt dat door? Nou, voornamelijk door stropers. Die schieten bijvoorbeeld een olifant of een neushoorn. Ja. En daarna dan vliegen natuurlijk hele club gieren vliegt boven dat karkas, want die ziet daar een lekker hapje op de grond liggen. Ja. En de parkrangers die kunnen daar snel op anticiperen. En zo is de pakkans van de stropers veel groter. Oké. Die stropers die willen natuurlijk ook niet gepakt worden, dus die vergiftigen zo'n karkas. Jemig. En al de gieren die naar beneden komen, die leggen helaas het loodje. Zijn er recent dan nog dieren gestroopt? Ja, halverwege april zijn er in Guinea-Bissau dode gieren gevonden. En onderzoek wees uit dat die vergiftigd waren. En de schattingen lopen nu uiteen tot ongeveer 2000 overleden gieren. En was dat ook vanwege de stropers? Was dat de reden? Nou, deze gieren zijn inderdaad gestroopt, opzettelijk vergiftigd. Ja. Onderdelen van die gieren worden vaak gebruikt in religieuze tradities. Kan je een beetje aanwijzen waar ze nou eigenlijk de nesten hebben? Want we zien het op de webcam. Maar om welke kasten gaat het? Ja, we hebben hierboven, hier recht voor, daar zitten 2 ruppelsgieren. Ja. Die hebben een jong. Ja. En rechts daarvan, daar zie je de marabous in de boom staan. En daarachter, dat is eigenlijk nu niet helemaal goed te zien. Nee. Daar zit het tweede koppel. Oké. En die hebben dus allebei een jong. Nou, wat dus best wel bijzonder is wat we gedaan hebben. Gieren leggen maar 1 ei per nest op, per jaar. We hebben dat eerste ei weggehaald. En dan bestaat er een kans dat ze een tweede ei leggen. Oké, en dat heb je in de broedmachine gelegd? Dat eerste ei hebben we in de broedmachine gelegd. En er is daar dus ook 1 jong uitgekomen. Mm-hmm. En dat jong hebben we bij adoptieouders gelegd. En dat zijn onze witruggieren van de vogeldemonstratie. Kan dat dan? Ja, dat kan vrij makkelijk. Zij zaten te broeden op een onbevrucht ei. Ja. En we hebben dat ei weggehaald en een jongen van teruggelegd. En eigenlijk per direct werd dat goed geaccepteerd. Nou, daar ben ik maar heel erg blij mee dat wij zijn blij op zo succesvol momenteel aan het fokken zijn. En blijf er alsjeblieft mee doorgaan, Maarten en de collega's natuurlijk. Dat doen we zeker. Dankjewel en hopelijk kunnen de mensen snel weer op een veilige manier weer gaan genieten van onze mooie tuin, toch? Zeker weten. Oké, dankjewel Stefan, en bedankt. Blijf gezond, hè. Yo, hoi. Hoi. Stefan. Ik ben nog wat vergeten te vertellen. Oh, sorry. Ja, vertel. De ruppelsgieren, daarvoor is een stamboek in Europa. En die gaat er blij op, coördineert dat stamboek. Oké. Dus we zijn nog eens extra trots natuurlijk dat wij als stamboekhouder ook 3 jongen hebben. Ja, nou, dat geloof ik dan. Zeker. Nou, dankjewel voor deze extra mededeling dan.